Misschien volg je momenteel een bachelor psychologie of een gerelateerde richting en denk je erover om een master in de psychologie en geestelijke gezondheid te gaan doen. Misschien wil je psycholoog worden en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen helpen, of kinderen met leermoeilijkheden en gedragsproblemen, of in de forensische zorg werken. Dan is de master psychologie en geestelijke gezondheid, de PGG, aan Tilburg University iets voor jou. Tot dit masterprogramma behoren de klinische tracks Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Klinische Forensische Psychologie, Klinische Psychologie en Cognitive Neuropsychology. Daarnaast bevat deze master ook de niet-klinische track Positive Psychology and Wellbeing. Ben ik dan basispsycholoog na het afronden van de master? Na het afronden van de master ben je inderdaad basispsycholoog, maar... Om aan het werk te kunnen gaan als basispsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg, ook GGZ genoemd, of forensische zorg, is het verplicht om naast je masterdiploma een logoverklaring te hebben. Of in het bezit te zijn van de documenten behorende bij deze verklaring. Waarom is dat? Het hebben van een logoverklaring of de documenten behorende bij de logoverklaring is een nieuwe vereiste van het zorgprestatiemodel. Dit is een model dat onder meer de financiering van de diensten in de gezondheidszorg en de forensische sector regelt. Het zorgprestatiemodel vereist dat, vanaf 2024, alle basispsychologen de logoverklaring of de bijbehorende documenten in het bezit moeten hebben. Hoe kan ik de logoverklaring krijgen? De logoverklaring wordt afgegeven door de vereniging Logo. Dit is een vereniging die verantwoordelijk is voor de postacademische opleiding. Die leidt tot inschrijving in het BIC-register van Gezondheidszorgpsychologen, Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen en Klinisch neuropsychologen. Je kunt een logoverklaring na het afronden van je master aanvragen bij de Vereniging Logo. Je hebt hier de volgende documenten voor nodig: cv. Bachelor- en masterdiploma, en cijferlijst, verklaring voor opleidingseisen, bewijsstukken diagnostiek. Dat is veel. Wat is dat allemaal? Ik zal jullie uitleggen wat het allemaal inhoudt. De verklaring voor opleidingseisen bevat een reeks vereisten die op universitair niveau getoetst moeten zijn. Deze vereisten zijn niet alleen gebaseerd op je masteropleiding, maar ook op de cursussen die je tijdens je bachelor hebt gevolgd. De lijst van vereisten vind je op de webpagina van het logo. De combinatie van verklaring voor opleidingseisen bachelor plus verklaring voor opleidingseisen master Laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de verklaring voor opleidingseisen. Hoe kom ik aan de verklaring voor opleidingseisen? De verklaring voor opleidingseisen Bachelor kan opgevraagd worden bij de universiteit waar je de Bachelor Psychologie behaald hebt. De verklaring voor opleidingseisen van de Master ontvang je bij Afstuderen. Dan ga ik mijn Bachelor Universiteit contacteren. Dat is een goed idee! Op deze manier kan er tijdig gekeken worden of er eventuele tekorten zijn en hoe deze het beste weggewerkt kunnen worden. De toekenning van ECTS per onderdeel kan verschillen per universiteit. Het is daarom belangrijk goed te kijken of de verklaring van de bachelor aansluit op die van de master. Op de website van het logo kun je de contactpersoon van jouw universiteit vinden. Studenten die de bachelor psychologie aan Tilburg University hebben behaald. Krijgen de verklaring voor opleidingseisen Bachelor bij het afronden van de Bachelor automatisch. Wil je weten hoe de verklaring voor opleidingseisen Master eruit ziet na het afronden van de Master PGG? Kijk dan op Logoverklaring Vragen en Antwoorden van Tilburg University. Oké, okay, dan weten we wat de verklaring voor opleidingseisen is en hoe we deze kunnen krijgen. Maar hoe zit het dan met de bewijsstukken Diagnostiek? Naast de verklaring voor opleidingseisen dien je ook een bewijsstuk diagnostiek aan te leveren. De basisaantekening psychodiagnostiek, oftewel BAPD, is zo'n bewijsstuk. De BAPD is een verklaring dat je beschikt over basiskennis en basisvaardigheid op het gebied van de algemene psychodiagnostiek. Tilburg University is geaccrediteerd om de BAPD uit te geven voor de klinische tracks van de Master PGG. Om in aanmerking te komen voor BAPD dien je aan de volgende criteria te voldoen. 1. Klinische stage inclusief minimaal 200 uur diagnostiek en 20 uur supervisie. 2. Drie casusverslagen volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. 3. Theoretische eisen. Er is de mogelijkheid om de uren diagnostiek en de drie casusverslagen te behalen voor de klinische tracks van de Master PGG. De Theoretische Eisen bestaan uit universitaire vakken die zich richten op het opdoen van kennis en vaardigheden omtrent psychodiagnostiek. Ook bij de BAPD geldt: de combinatie van de checklist Theoretische Eisen Bachelor plus checklist Theoretische Eisen Master laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de Theoretische Eisen BAPD. Wil je weten hoe de checklist Theoretische Eisen van de Master eruit ziet na het afronden van de Master PGG? Kijk dan op Logoverklaring Vragen en Antwoorden van Tilburg University. Als bewijsstuk diagnostiek kun je naast BAPD ook voor de diagnostiekverklaring van het logo kiezen. De TIU is niet betrokken bij het verkrijgen van de diagnostiekverklaring LOGO. Voor meer info ga naar de website. Bewijsstukken voor aanvragen, logoverklaring, vragen en antwoorden, Tilburg University of bezoek de site van het logo. Informeer jezelf goed over de voor- en nadelen van de BAPD versus de verklaring diagnostiek van het logo. Wat een hoop informatie. Kan ik deze informatie ergens rustig teruglezen? We hebben een webpagina gemaakt met vragen en antwoorden over de logo en BAPD. Je kan op de situatie klikken die voor jou van toepassing is. Heb je bijvoorbeeld een andere opleiding gedaan dan psychologie? of een studie in het buitenland gevolgd? Hier vind je dan de informatie die je nodig hebt. Mocht je het antwoord op de vraag niet kunnen vinden op de website, mail dan bapd-velogo.tilburguniversity.eu. Top! Dank je wel!